Bij het boompje van verlangen in het kleine Bloemendaalse bos. 17 jaar was Martine Bijl toen ze werd ontdekt als zangeres. 17 jaar. Ze ging van school de bühne op. Een ster was geboren. Maar een ster, zo zag ze zichzelf nooit. Ik zong een keertje op een schoolavondje en toen was er een jongetje in de zaal en die heeft gerapporteerd aan een meneer van een grammofoonplatenmaatschappij. En die meneer die belde mij op of ik een plaatje wou komen maken. Mooie Martine met de onschuldige blik. Dat de film Help de Dokter Verzuipt een succes werd, is zeker ook aan haar te danken. Komt u voor de dokter? Ik ben de dokter. Ja, en ik ben Irene Muller, de nieuwe onderwijzeres. Talent verdrong de oprechte bescheidenheid. In de jaren 70 had ze haar eigen televisieshows. Maar ik laat me toch niet kennen, en ik zal er wel aan wennen. Ze werd een echte televisiepersoonlijkheid. Zo, op sommige momenten in dit spel denk je, ja, daar trap ik dus niet in, hè? Die televisiebekendheid, daar had ze zelf niet zoveel mee. Haar werkzaamheden buiten de schijnwerpers vond ze minstens zo belangrijk. Ze schreef boeken, vertaalde musicals en televisieseries, zoals Het Zonnetje in Huis, waarin ze ook een van de hoofdrollen speelde. Nou, dan ga ik mijn koffer maar eens uitpakken. Ja, en was meteen even mijn sokken. Jarenlang was Martine Bijl ook het gezicht van de groenteconserve. U moet de groente van... Juist, ja. Mooi, hè? De natuur. Prachtig, zeg. Zou het succes van Heel Holland Bakt zo groot geworden zijn zonder de relativerende opmerkingen van Martine? En als je nou niks te doen hebt, Joris, jongen, ja. Zou je dan je kamertje niet eens opruimen? Martine Bijl, innemend mooi, uitbundig in veelzijdigheid, multitalent uit overtuiging.